Hey John, goedemorgen. Kijk, ik kom net binnen, mijn Tiny Spectrum Analyzer. Ja, ik ben heel blij mee. Best wel snel, iets van 6 of 7 dagen of zo. Ja, dat valt mij mee. Geen importbelastingen toestanden en zo, daar ben ik wel zo bang voor hier. Dat geeft zoveel ellende en papierhandel en dan moet je mensen bellen en dan hoor je niks meer en zo, toestanden allemaal. Dus, Oké, ik ga hem eens eventjes onderzoeken. Dit is de allernieuwste versie met de allernieuwste firmware, dus dat ding is net, komt net onder de soldeerbaas vandaan. Hè? Dus wel leuk, ja. Ik ga hem eens even testen en vooral even kijken wat er aan rotzooi uit mijn Whisper unit komt. Hè? Ik heb inmiddels, ik zal hem even uitzetten, want het gaat de batterij leeg. Ik heb inmiddels ook een iets interessants ingebouwd in mijn Whisper transceiver. Kijk, dat is dit lullige printje hier. Dat is echt ongelooflijk. Er zit een complete TXCO temperature controlled controller. Dit dingetje. Even kijken, waar zijn we nou? Hier, ja, kijk. Hier heb ik, kijk, hier zit rechts, zie je dat kleine blokje. Dat is het oventje waar, waar de kristallen in zitten zo. Nou, ik had nogal drift, als ik zag in mijn ontvangstreporten bij andere mensen in de wereld, zag ik dat ik een drift van soms wel min 4 had. Ja, natuurlijk, min 4 hertz is natuurlijk killing natuurlijk. Dus kijk, ik moest, kijk, hier heb ik hem opgebouwd. Zie je, het printje zit er netjes op. Ik heb het kristal heb ik weggehaald. Zie je, dat plekje waar dat kristal zat, dat heb ik weg. Die heb ik dan netjes in een klein zakje zitten zo. Die kan ik nog gebruiken. 27 megahertz kristalletjes. Dus, nou, ik heb deze draait inmiddels. Hier zit dat printje in, die kristal oscillator, die temperature controlled. Dus dat draait perfect. En, nou, deze heb ik ook klaar. Dat is degene voor de 10 meter. En dan ga ik ook straks nog eentje maken voor de 6 meter. En dan, ja, dan zit alles in elkaar. Dan krijg ik einde van de week krijg ik nog van die 5 watt eindtrapjes binnen. En die horen hierbij. Die heb ik van Hans opgestuurd gekregen. En ja, dan wordt het toch wel een compleet setje natuurlijk. Hè? Is wel leuk. Ja, ik ben heel blij mee. Maar kijk wat een kleine printje zeg. Het is ongelooflijk, hè. Het is ook echt wel een pieterpeuterig werk om het allemaal op de printer te krijgen. Kijk, ik moest ook een C'tje weghalen. Dus op de plek van dat, sorry, een beetje onscherp. Op de plek van dat C'tje heb ik eruit gesloopt. En die 2 draadjes die verbinden dan dat printje. En nog een touwtje. Ik moet nog een touwtje maken tussen de rechter aansluiting van het kristal en dit punt. Dat is de uitgang van de kristal oscillator. Dus ja, leuk. Ja, het is allemaal modulair. Je prikt dat er zo in. Je kan het makkelijk testen en zo. Ja, leuke dingen allemaal. Dus, nou, en nog bedankt voor de info van de antenne. Nou, ik ga toch eens even wat bouwen. Ik heb hier nog staafjes liggen. Kijk, heb ik dat nou? Even kijken hoor. Nou, op een of andere manier heb ik die staafjes, die antennestaafjes, die staan achter de deur, denk ik. Wacht even. Ja, kijk, hier staan al die staafjes, zie je dat? Antennestaafjes. Dus. Daar ga ik eens even lekker mee knutselen. Oké, nou, dat was die weer, hè. Goedjes.